Dit programma wordt u aangeboden door Wagenborg. Voor uw overtocht naar Ameland en Schiermonnikoog. Hier staat helemaal vandaag met Henk Bleker. Ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen. Ja, want ik bedoel, toen de staatssecretaris was, had ik kunnen zeggen Henk Bleker, de staatssecretaris of de gedeputeerde. En noem het allemaal maar op. Maar ja, wat ik moet eigenlijk nu zeggen, gewoon Henk Bleker, de schrijver. Ja, ja, dat ben ik dit jaar. Ja, wat hoe je het ook bent, of Kiekvriend, hoe je het ook allemaal voelt. 2013 is het jaar van het schrijven. Ja. En van het boek over en gedisciplineerd Italië. Ben jij geweest. Je hebt gezegd van, elke ochtend begin ik. En ik eindig niet eerder dan ja, een bepaald tijdstip, half drie of ja, zo niet. Ja, ik ben op de dag van de arbeid echt begonnen, 1 mei. Ja. En dan elke ochtend... Voor het CDA. Ja, oh ja, maar ik ben, ja, maar als je uit Groningen komt, dan weet je wel wat de dag van de arbeid betekent. Dus om 1 mei beginnen en dan 7:15 beginnen tot 4:30. Ja. Vastramien. Het is ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel interviews ik heb gelezen die over dat boek gaan. Ik heb gekeken op Paul Witte, wat heb je aan tafel gezegd? Je hebt dat boek eigenlijk... zo goed verkocht, dat het boek eigenlijk wel een bestseller werd, want iedereen weet het. Ja, iedereen weet in ieder geval dat ik een boek geschreven heb. Ja, iedereen weet dat jij, of ze het nou leuk vinden of niet, maar iedereen weet het. Ja, is ook zo. Het is niet te geloven. Henk, wat eigenlijk nog niemand weet, hè? Je hebt wachtgeld, hè? Ja, gedeeltelijk, want voor een deel verdien ik ook bij natuurlijk. Oh ja? Dus ik probeer dat een beetje, probeer zo weinig mogelijk wachtgeld en zoveel mogelijk eigen inkomsten te genereren. Ja, wat zo zit jij in elkaar. De pastoor heeft gezegd, we gaan voorlopig niet beknippen op de wachtgeld van de politici, dus je hoeft je voorlopig geen zorgen te maken. Maar toch ga jij iets doen. Jij bent ergens mee bezig. Ja. Waarmee, Henk? Ja, ja. Dat weet nog steeds niemand. Nee, wat ga je doen? Nou, ik ben met een heel jong bedrijf in het oosten van het land bezig. Ja. En dat bedrijf dat is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen die zich in het buitenland willen vestigen. Met name in jonge opkomende markten bijvoorbeeld. Noem maar iets, Mongolië of Angola of enzovoort enzovoort. Dus ik ga ik doen. Dus ik ga wat ik als staatssecretaris deed, namelijk buitenlandse handel, export bevorderen voor bedrijven. Dat ga ik straks op commerciële basis doen. Ja. Dat is de business. Ja. Het is één van de business dingen hoor. Ik doe wel meer, maar dit is eigenlijk het meest recente waar we een begin mee zullen maken. En dit, hier zit ook progressie in. Dit ja, loopt, ja, ja? Ja, 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 ja. Dus de kans is groot dat je... Nee, dit gaat gewoon doen. Dit is al zeker, ja. Dit is zeker, En als ik dan moet zeggen wat jij doet, noem eens een woord. Wat ga jij daar dan voor doen? Hoe heet dat? Ja, exportbevordering, exportondersteuning. Ja. Het is ondersteunen van Nederlandse bedrijven die in het buitenland willen investeren. Die een fabriek willen bouwen ergens in een ver land. Die daar spullen willen verkopen. En dat soort dingen meer. Nou, daar komt heel veel bij kijken, want je kunt niet zomaar in zo'n land beginnen. Nou, ik heb natuurlijk, ik geloof dat ik in 20 van die handelsmissies ben ik mee geweest. Ja. En, dus ik ben, nou, ik ken een beetje de weg. Ja. Een beetje. Ja, goede weg. Maar jij moet ook vertrouwen hebben in dat bedrijf. Ja, zeker. Ja, dat is een mooi jong goed bedrijf. Een mooi jong bedrijf. Ja. En dat bedrijf dat specialiseert zich waarin dan? Nou ja, net wat ik noemde. Dus in het adviseren, begeleiden, heel praktisch. Van, er komt een ondernemer bij je die zegt, moet luisteren. Ik heb nu de productie ergens bijvoorbeeld in India. En dat wil ik even verplaatsen naar een ander land. Bijvoorbeeld naar Vietnam. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Welke wegen moet ik allemaal bewandelen in Vietnam om daar met mijn fabriek te beginnen of om daar mijn producten te verkopen? Tegen welke hobbels loop ik aan? Wat ik moet bij de overheid regelen? Nou, daar zorgen wij voor. Ja. Dus, nou, dat is mooi werk, Mio. Nederland draait op de export. Wat je ook het gunnigers kunnen doen, Henkel, met deze... Draait op de export. Als, als we geen export hadden, dan hadden we... Ja, dan waren we arme mensen. Maar is dit ook iets waarvan jij zegt van, na alles wat ik heb gedaan, hè, dat staatssecretarisschap, je bent zelfs directeur bij RTV Noord geweest, je bent gedeputeerd geweest, noem het allemaal maar om. Is dit een mooi vervolg? Is dit iets wat jij wil doen op je 60ste? Ja, weet je, er zitten twee dingen aan. Ik wou heel graag, toen ik stopte, iets doen met die internationale ervaring, met het buitenland. Nou, dat kan ik doen. En ik ben eigenlijk ook een beetje voor dit bedrijf gevallen, voor de... Het zijn jonge ondernemers, 35, hebben de boel mooi op gang.
Ze hebben al een vestiging. Ze hebben al 1-2 vestigingen in het buitenland. Ja. Hè? Het is dan, een Nederlands bedrijf komt bij het kantoor in Oost-Nederland terecht. Dan hebben we ook een vestiging als het ware in het buitenland. Ja. Dus daar ter plekke worden ze ook geholpen om de markt te vinden, om de investeerders te vinden enzovoort. En toen dacht ik van, hé, jonge ondernemers, dat is mooi. Ik ben een beetje de senior. Beetje. En, ja. En het buitenland. Jij bent grijzer dan ik. Ja, kom op. Ook iets ouder heeft. Ja, ook iets ouder. Ja. Nou, dus ik dacht, hé, dat is wel een... Het was ook een beetje zo'n klik, weet je wel. Ja. Maar je hebt... En ik ga niet voor de status, ik wil helemaal geen... In het openbaar bestuur hoef ik niet, dat heb ik allemaal een heleboel gedaan. Klaar. Nou, jij hebt al heel veel verteld natuurlijk in de Eritrade en de baan. Vind ik geweldig, want ik ben eigenlijk niemand nog, hè? Nou, eerlijk zijn. Nee. Tipje van de sluier. Ja, tipje van de sluier, maar wat wil je nu nog niet vertellen? Om welk bedrijf het gaat of zo? Nee, dat wil ik nog niet vertellen. Dat wil je nog niet vertellen? Dat komt vanzelf. Ja, komt vanzelf. Maar het komt. Ja. Het komt. Gaat gebeuren. Dit is eigenlijk voor 100%. 100% zeker dat ik het ga doen, ja. Henk, jij... Dus Henk Bleken gaat met Nederlandse bedrijven het buitenland in. Ja. Als je zo'n lijstje, zo'n colofoon, zo'n loopbaan van jou... Ja. Als je die dan afgaat, hè. Als jij nou de keuze had mogen maken... Buiten dit, want dit is natuurlijk, voor mij is dit natuurlijk geweldig en zo dat je dit vertelt. Maar buiten dit, waar zou jij dan in deze Herenstraat het liefst over gehad willen hebben? Over welke periode? Over mijn periode in 1984, toen ik hier een stukje verder vandaan op promoveerde. Ja. Als aan de juridische faculteit tot dokter in de rechtsgeleerdheid. Ja. Hey Piet. Dat is nooit niks. Dokter in de rechtsgeleerdheid. Kijk hoe ver we achter die bakfiets aan. De binnen ze misschien allemaal wel een beetje... Hou je dit nog, Henk? De binnen ze misschien allemaal wel een beetje vergeten. En directeur Noor ben ik met mijn eigen bedrijf begonnen. 15 jaar lang. Ja. En toen we het goud aan de loopbaan hadden we een man of 10, 12 medailles. En er even hartstikke mooie jaren dat. Maar als adviseur of zo? Ja, adviseurs, accountants. Dat groep. En jongen, wat het allermooiste is, met niks beginnen en dan... Klanten opbaden, relaties opbaden en wat een komt ander. Personeel aantrekken. En nog een moment is het 3 man, 4 man, 8 man in dienst. Denk, Henk jongen, het is gelukt. Ja. En dat is... Ja, dat geeft eigenlijk de meeste voldoening uit jouw hele carrière. Ja. Ik heb wel eens tegen een gedeputeerde gezegd, toen ik nog een gedeputeerde was, ik zei van, ik heb het zo druk, Henk, ik heb het zo druk. Ik zei, wat het verschil is tussen die en mij? Ik zei van, doe eerst het drok omdat het waak op je hoofd komt. Dat is bij bestuurders zo, dat is bij burgemeesters zo, wel als het waak komt op je hoofd. Maar als je ondernemer bent, dan moet je altijd weer achter het waak aan. Ja. En dat is een heel andere drukte, maar daar krijg je een geweldige kick van. Ken stadjes dit wel verstaan? Ja, natuurlijk kennen die dit verstaan. Is mooi. Een beetje half grunnigers en half... Hey Kelly. Hey. Hallo Kelly. Half grunnigers en een beetje half Nederlands. Ah, ja. Dit is natuurlijk geweldig. Nee, maar dit is mooi dat jij daar zo over praat. Het is ook mooi dat jij dit kiest, hè? Want iedereen denkt natuurlijk, ik kies het over en ik kies het over. Maar het is eigenlijk als je het... Hoi. Mooi. Hoi, Wichter. Ja, oké. Okay. Hey. Mooi. Hey. Mooi, hè? God, bestuurt je toch ook weer op de hoogte grunnen, hè? Maar Henk, weet je wat het mooi is? Als je dan zo'n loopbaan van jou... langs de meetlat haalt, dan heb je eigenlijk alles gedaan. Dus het moet een rijk gevoel zijn. Ja. Ik ben ondernemer geweest, ik ben wetenschapper geweest, ik ben gedeputeerde geweest, directeur van de mooiste, de beste omroep in Nederland. Ook nog. En ik ben 2 jaar staatssecretaris voor buitenlandse handel en landbouw geweest. En nou ga ik met ondernemers, met een jong bedrijf aan de slag om de export in Nederland te bevorderen. Ja, je hebt hoog op de ladder gezet, je bent immens populair geweest. Oh, en ik je bent ook weer gekelderd. Ook weer gekelderd. En niemand meer... Dit is het leven. Iets van ja. Dit is het leven, ja. En je hebt het maar weet je wat het mooiste is? Als de mensen die je echt kennen, hè, als die man tegen je zeggen van... Henk, je bent niet veranderd. En dat is zo. Ja. En dan kan al die rimbrand eromheen... kan mijn worst wezen. Dat is een mooi besluit, denk ik. Dat is echt ook zoals Bleker is. Ik moet jou laten kiezen, de keuzevraag. Die ene man, weet jij nog, die bij het CDA ook heel belangrijk was bij die grote meeting. Hoe heet hij? Hij komt uit Limburg. Camille Eurlings. Nee, Camille Eurlings heb je, maar je hebt nog één. Maxime Verhagen. Ja, Maxime Verhagen. Jij kiest dus uit Camille Eurlings of Maxime Verhagen. Ja, dan kies ik voor Maxime Verhagen. Je hoeft niet toe te geven waarom. Jij kiest voor Maxime Verhagen. Ik kies voor Maxime Verhagen. Hartstikke mooi. Jij die kant op. Ja. Daarom was Bleker ook zichzelf. Hij deed de helft in het Nederlands en de helft in het Gunnigers. En het is mooi dat hij er was. Ja.